Thank you.
Ja, tegenover Martijn Beltman, Wendelswijker, eerste seizoen bij ADVSV. Slechte start, hè, eigenlijk, seizoenstart gemaakt. Hè. Nu 3 punten uit 4. Hè. Ja, dat valt niet mee, eerlijk gezegd. De eerste wedstrijd begon al goed, VVG. Maar ja, nu 3 op een rij, 0 punten. Dus ja, dat is
was flink balen en flink beroerd. Maar dat zorgen nu al of pakken we de draad nog op? Oh ja, kijk, dat seizoen is 30 wedstrijden, dus wat dat betreft zorgen nog zeker niet. Maar ja, het mag duidelijk zijn dat je met 3 wedstrijden achter elkaar 0 punten, dat je wel even moet doorschakelen met elkaar. Ik vond Kwik 20 uit Oldenzaal echt een counterploeg. Ze loerden er gewoon op jullie verdediging en dan sneden ze af en toe flink er doorheen. Ze deden het Kwik, ik denk complimenten voor Kwik hoe ze het spel speelden. Ja. Maar ze kennen jullie toch ook niet, wat is de eerste ontmoeting eigenlijk? Ja, maar goed, kijk, op zich, iedereen weet wel van elkaar het hoe en wat. Zij maakten prima gebruik van de ruimtes die we weggaven. En als we dan ook nog te weinig duels winnen op het moment dat je 1-1 komt, ja, dan wordt het wel heel lastig vanmiddag. Ja. En toen het 1-2 dacht, nou dat wordt nog gelijk spel. Ik hoopte daar ook eventjes op. Ja, omdat, ik ook. Dan moet je er echt, ja, we maken een aansluiting treffen, maar dan echt doorbijten. En de absolute wil, zeg maar, om dan nog een gelijkmaker uit te trekken, ja, dat lukt ons niet. En dat is het 3-1 is voor mij formaliteit. In de zin van, dat weet je dat kan gebeuren. Ja, nou even het ACSV-publiek Willem-Jan Kater nu na dit verlies. Ja. En straks hebben we weer een kater van het bier of het volksfeest. Ja, dat mag iedereen lekker zelf weten, inderdaad. Ja. Maar hoe pak je de draad op? Er zit een heel gevoelig verlies in, neem ik aan. Want het was een 6-puntenwedstrijd, hè? Want zij hadden ook 3-3. Ja, zij hadden ook 3-3. Dus wat dat betreft wil je zulke wedstrijd weer winnen en zulke helemaal. Ja. Al dan niet hier kermis en altijd, dat heeft daar wat mij betreft niet heel veel mee te maken. Nee, maar het wordt wel traditionele volksfeestwedstrijd genoemd, hè, zie je. Ja, nou ja, goed, ja, dat normaal gesproken, dat zit erbij, dat hoort erbij, ja. Ja. Hoe pakt u het volgende weekend op? Waar moet u tegen? We moeten naar uit naar Big Quick Groningen. Dat is een verre uitwedstrijd. We staan deze week koppen weer bij elkaar zien te krijgen. En, ik denk de kater wel even verwerken van het spel. En dat het dan van het volksfeest is, dan mag iedereen zelf weten. Ja, nou is die competitie een beetje gemixt, hè? Een beetje regionalisering, zondag en zaterdag door elkaar. Ja. Is dat een voordeel voor een zaterdagclub? Daar zou ik nu weinig op kunnen zeggen, moet ik eerlijk zeggen. We zijn als zaterdagclub met 3 punten, dus ja, wat dat betreft, ik kan er niet zoveel van zeggen. Ik denk dat dat voor onze competitie niet heel veel uitmaakt. Dat maakt niet veel, qua afstanden en qua tijdstippen ook niet? Nee, ik denk dat het grootste deel spelen wij redelijk op een normale tijd op zaterdag. Normale tijdstip op zaterdagmiddag. Ja. Een paar wedstrijden die later beginnen. Volgens mij Heijmen rond 7 uur, volgende week gewoon 4 uur. Vorige week Teuberg was 6 uur. Ja. Dus wat dat betreft zit hem vooral in de speeltijden voor ons, niet in de speeldagen. Nou, we wensen u veel succes. Ja, dankjewel. Bevalt het goed hier? Ja, zeker, dat valt zeker goed. Maar dan, laten we als je een paar wedstrijden erbij wint, dan maakt het alleen maar leuker. Nou ja, 4 is het dan als het zover is.